Op 25 november 1975 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind en werd Suriname onafhankelijk. Maar was dat wel een gedeelde wens? Heel weinig mensen waren voor. Laten we zeggen, bijna 90% was tegen onafhankelijkheid. En toen in de tijd hebben wij, 7 vrouwen, hebben wij een anti-onafhankelijkheid betoging georganiseerd. En wij hebben de grootste betoging in Suriname hebben wij gedaan. Waarom had u die demonstratie georganiseerd? Dat wij die onafhankelijkheid nog niet wilden hebben. Dat wij nog niet rijp waren. Je kan niet een klein kind van 5 jaar zeggen, ga in de universiteit zitten. Vele inwoners van Paramaribo heesten de driekleur toen het uur naderde waarop haar koninklijke hoogheid haar 15-daags bezoek aan Suriname begon. Een geweldig enthousiasme maakte zich meester van de duizenden die zich om de bijna onthutste prinses verdrongen. Een waarlijk grandioos en diep ontroerend fragment was de bevolkingshulde die haar daags voor de terugkeer naar het moederland door duizenden Surinamers, Indianen, Creolen en alle andere rassen gebracht werd. Wij kunnen niet onafhankelijk worden, zolang het volk van Suriname niet weet wat het is. Zolang we geen onderwijs in het binnenland hebben voor de mensen, geen medische voorzieningen, geen infrastructuur. Zolang de man niet kan schrijven, niet een check kan tekenen. Begin jaren 70 verlangen steeds meer Surinamers naar onafhankelijkheid. Kolonialisme is uit de tijd, vinden vooral Creolen. Andere bevolkingsgroepen, zoals Hindoestanen, hebben minder behoefte aan zelfstandigheid. Hoe komt het dat de Creolen voor onafhankelijkheid waren in die tijd en Hindoestanen tegen? De Creolen waren in hun ontwikkeling veel verder dan de Javanen en de Hindoestanen. Dus die hadden ook contact met de buitenwereld. En die hoorden van het nationalisme in de wereld. En zo zijn ze begonnen. De verkiezingen van 1973, daar heeft geen enkel politieke partij tijdens de verkiezingen met geen woord gerept over de onafhankelijkheid. Toen de regering geformeerd was en de regeringsverklaring door Aaron afgelegd werd in de toenmalige staten, heeft hij gezegd, Suriname wordt voor eind 75 onafhankelijk. Het is het begin van een roerige periode. Vooral Hindoestanen zijn woedend, omdat zij vinden dat de regering de onafhankelijkheid erdoor drukt. Ze protesteren en willen een referendum. Op een gegeven moment was iedereen weg. Iedereen liep naar het raam, want de stad stond in brand. Dat klopt, want midden in de stad, in de Limmepoststraat, was brand gesticht door mensen die dus tegen die onafhankelijkheid waren. Bij daglicht werd pas goed duidelijk wat er was gebeurd in de Watermolenstraat hier in het centrum van Paramaribo. 5 huizen werden totaal verwoest, 5 andere liepen zware brandschade op. Natuurlijk is zij vergesteld. Maar ze moeten de daders ook pakken en natuurlijk weer branden. Creolen en Hindoestanen gingen bij de brug van Saramaka doorsteek elkaar te lijf. Creolen en Hindoestanen vochten met elkaar. Zoveel woningen waren in Paramaribo in brand gestoken. Bleek later dat er ook Hindoestanen bij waren bij de brandstichting. Dus deze soort zaken zijn toen tot uiting gekomen. Het was echt hart tegen hart. En in die sfeer ook, er waren al heel veel mensen weg. Maar in die sfeer had je dus dat die Bijlmer-express zo overvol raakte ook. Mensen die dus naar Nederland vertrokken, vluchtten eigenlijk. Ze wilden die onafhankelijkheid niet. Ze waren bang gemaakt, ze wilden weg. Zo wachten ze dan allemaal soms urenlang voor een plaatsje in het vliegtuig naar het beloofde land. Want ze geloven het allemaal. Nederland is het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Je wordt er goed verzorgd, alles wordt er voor je betaald. En het allerergste dat je kunt overkomen is dat de Nederlander eens lelijk tegen je doet. Dat is de Surinamers die hier staan te wachten niet meer uit het hoofd te praten. Immers, ze hebben al brieven gekregen van de vooruitgevlogen familieleden. En die hebben geschreven hoe goed het in ons land is. De Hindustanen trokken weg, maar het waren niet alleen de Hindustanen. Het waren ook Creolen, het waren ook Javanen misschien in mindere mate die naar Nederland wegtrokken. Er waren reisbureaus en politici die het organiseerden. Het vertrek van de mensen. Er was een bepaald reisbureau, daar al had je geen cent. Je tekende een verklaring dat voor de steun die je in Nederland gaat krijgen, je daarmee de ticket gaat aflossen. Kan je zo een ticket krijgen om naar Nederland te gaan. Ik denk die mensen die weten niet wat ze missen. Ik had heel lang hier in Nederland gewoond. Dus ik wist wat hier in Nederland, wat ze hier te wachten zou staan. Dat ze op een flat zouden gaan zitten, 10 hoog, in de Bijlmer. Dat wist ik. Dus, maar ik dacht, jongens, jullie weten niet wat... Maar ga maar. Dan hebben wij hier het land. Wij doen het wel. Velen verkochten hun bezittingen hier voor appel en ui. Goedkoop. Je kon, als je veel geld had in die tijd, kon je heel veel landerijen kopen, huizen. Maar niemand durfde ook te kopen, omdat men niet wist wat er zou gebeuren in het land. Veel mensen zijn weggetrokken. Jammer. U niet? Ik niet, nee. Waarom niet? Omdat ik van mijn land hou. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb de hele wereld rondgereisd. Maar Suriname is mijn land. En voor wie moet ik weglopen? Voor wie? Ik zie niemand dat ik zeg, voor die moet ik weglopen. Voor deze regering of voor deze president. Nee. Ik wil hier. Ik ben hier geboren, hier getogen en ik wil hier begraven worden. Wil je meer? Abonneer!